Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Ik zit in de auto. Ik wacht op Mirjam. Die kan elk moment bij mij instappen. En ik ga nu... Ik heb zo slecht geslapen. Ik ben echt serieus gewoon... Ik heb letterlijk... Ik werd denk ik om 4 uur werd ik wakker. En ik was zo misselijk. En ik heb overgegeven. Het was vreselijk. Ik heb dus gisteren een pokeball gegeten. Maar ik denk dat die zalm niet goed was of zo. Dus dat was allemaal heel akelig. En ik had om 9 uur al een afspraak in de stad. Die heb ik net gehad. Daar is Mary. Wij gaan nu naar Simga. Maurits huidtherapie is van haar. En wij gaan... Hoe heet die behandeling nou? Ja, ik noem het de vampier. Ik noem het een vampierbehandeling, maar dat is het niet. Microneedling. Dermappen, iets dergelijks. Hoe? Dermappen. Nou, in ieder geval dat gaan ze dus met naaldjes helemaal over je huid heen. En ik moet zeggen dat op camera mijn huid altijd wel een beetje oké lijkt. Maar dat is dus helemaal niet zo. Want ik heb de laatste tijd echt heel veel last van allemaal buisjes en dingetjes in mijn huid. Waar ik dus niet goed van word. En Mirjam is vorige keer al geweest. En toen wou ik het ook. Toen wou ik het dus ook. Dus ik ben benieuwd hoe dat allemaal gaat zijn. En ik ben super wit. Gadverdamme. Nee, ik zweer het. Oké, ik ga nu even snel rijden. Ja. Want anders komen we te laat. Of komen we te laat of niet? Nee. Top. 5 voor. 5 voor. Oké, nou, jullie zien me zo. Oké, ik lig dus in deze prachtige hoek. Hier bij Simga. Hallo. Oké, als jij nu naar mijn huid kijkt, wat denk je dan? Hoe slecht is mijn huid er aan toe? Nou, het valt echt allemaal reuze mee. Aangezien je nooit wat doet met je huid. Ik heb daar een puist. Ja, nou mooi. Heb ik tenminste wat te doen. Maar het is wel een beetje wat droger. En je hebt ook wel wat vlekjes, vind ik. En een klein beetje onzuiverheden. Dus wat we vandaag gaan doen, omdat je nog nooit echt een behandeling hebt gedaan. We beginnen gewoon met een milde peeling. Een peeling is heel erg goed voor de glow en voor de vochtbalans van je huid. Dus dan zetten we bij jou een melkzuurpeelingje in, want je bent wat droger. En dat zorgt ervoor dat die celletjes weer even een schop onder de kont krijgen. En dat het allemaal wat gehydrateerder wordt. En het is ook goed tegen je puistjes. Dat is top. Ja, yes. Hier zit hij. Yes, dit is Henk. Henk. Dit is dus mijn huid zonder make-up. Heftig. Nou, valt reuze mee. Ik heb dit altijd zo erg dat het hier rood is. Dat is gewoon droog, schat. Oh. Wij gaan even, als je niet van puisten uitknijpen houdt, moet je even nu doorspoelen. Want we gaan even afscheid nemen van Henk. Oké, tatada. Doedoedoe. Ik vind dat ook helemaal niet fijn. Weghalen. Nee. Het zien. Nee, dat weghalen. Deze is eruit. Dat was hem. Dag Henk. Ik ga het heel even kort uitleggen. We gaan eerst met een micro-roller over de gezicht heen. Dat stimuleert ook al de elastine en collageenbalans zeg maar, in de huid. En die werkende celletjes die zijn dan lekker actief. En als ik daarna dan de peeling aanbreng, dan wordt dat direct opgenomen in die werkende cellen in de huid. Dus Okay. Het zal wel intensiever voor je aanvoelen, maar het is wel effectiever. Ja? Gewoon doen. Ja? Ja. Oké, ga ik beginnen. Ik begin met rollen over je voorhoofd. Met de derde. Oké, schat, je hebt dit overleefd. Ja, ik vond het niet zo erg hoor. Dit is een laag. Het is nog leuk. Het prikt wel. Strakjes, als ik hem dus heb aangebracht, dan ga je helemaal naar de ventilatie toe draaien. Oké. Ja? Ja. En ik hou de peeling niet langer dan 5 minuutjes op. Oh, zo kort? Ja. Het is heel intensief hoor, je zal het zo wel voelen.
De eerste 10 seconden lijkt het alsof je huid in de fik staat. Dat heb ik nu al. Ja, maar dat wordt echt alleen maar meer, okay. Zeg maar. Dus, ja. En het is een nieuw gevoel, dus het is best wel pittig. Maar we gaan 30% bij je gebruiken, dus dan hebben we gewoon een mooie opbouw. Ik ben benieuwd. Oké, okay. Het is wel heftig hoor, schat. Ja, dus doe maar. Dus niet schrik of zo. Nou, ik ben nu op het ergste voorbereid. Als het gewoon mijn hele gezicht eraf brandt, gewoon. Oké, gaan we beginnen, schat? Ja, doe maar. Kin omhoog, ogen dicht houden. Begin op je voorhoofdje. Mm. Ik doe eerst deze zijde en dan doe ik de andere zijde. Goeie dat? Ja. Oh, heavy, het stinkt ook zo intens. Oh, dit is zo erg. Ja. Het is letterlijk. Oh my god. Ik zal nog lachen. Het is. Oh my god. Dit is echt heftig, jongens. Oké, die kan. Camera zie je het goed. Ja, jammer, camera zie je altijd net even iets. Anders iets beter. Oké, dit is dus het resultaat. Heftig. En het voelt nu niet meer. Het voelt alleen een klein beetje. Ja, kijk als ik mijn camera wel wat lager zet. Of je het dan beter ziet. Een beetje branderig aan. Oh, als ik het zo doe, zie ik er. Brand, nee, brand niet echt meer. Gewoon een beetje gevoelig of zo. Dat je voelt dat er iets zit. Is gedaan. Thank you. Ja, jij moet ook erop. Oh, mag ik geen kusje geven? Nee. Oh. En dankjewel voor alles. Ik laat sowieso ook even zien hoe ik me morgen. Hoe het morgen eruit ziet. Ook met make-up. Want morgen mag ik weer make-up, toch? Ja, 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 ja. Dus dat laat ik ook eventjes zien. Ja, dat was het. Wij zijn weer in de auto. Hier zie je een beetje een ander licht, het resultaat. Bij jou is het minder al, zie je dat? Ja, maar het is gewoon lelijk, want nou lekker op een koel, alles is zo ge... Ja, maar bij jou is het wel minder rood, zie je dat? Bij mij is het wel echt... Echt wel dat je denkt, wauw. Je moet zeg maar, als je dit gaat doen, met de auto gaan sowieso... Kijk dan hoe rood. Ga niet met het OV, ik raad het niet. Nee. Want je loopt voor lul. Want sowieso niet. Wij lopen hier net en een man zit ons echt aan te kijken. Nou, twee, want die ene zat mij echt aan te staren. Dat ik echt denk, kijk voor je. Oh, serieus? Ja, hij zat me echt aan, bleef echt staren. Oh, ja, hij zat echt zo te kijken van, what the fuck hebben jullie gedaan? Maar wij willen dus nu eten. Ik wil vooral eten. Ik wil ook eten, maar niet. Maar wat dan? Nou, ik weet niet. Ik ben dus eigenlijk ernstig op dieet en Celine. En jij gaat bijna op vakantie. Ik wil zomaar tegen jou Celine zeggen. Meer dus ook. Vacation. Ja, maar als ik alleen dat frietje eet vandaag, ja. Kom ik ook niet aan mijn calorieën. Nou, maar ik doe ons valt nog tegen hoor. Ik ging laatst op die menu-info kijken. Oké, okay, fuck it. Dus wij gaan nu naar McDonald's. Oh. Oh. Lekker vers, man. Oh, ze zijn echt serieus zo vers. We hebben fucking tip 6. Nou, deze ik van die kip 6 gewoon, ik zweer het. Deze wou net ook dat koekje erbij nemen. Dat heb ik even tegengehouden. Ja, nou die calorieëninformatie. Onze bestelling is letterlijk dit. Water. En een frietje. En wat frietjes. En ik eet niet eens saus. Eigenlijk is het niet goed McDonald's eten dit. Dit is nog erger. Het is wel echt lelijk. Voel je niet voor die daar? Ik zou hier moeten sporten. Ik zou daar moeten sporten, maar dit is wel. Oei, oei, oei. Echt erg. Enjoy life. Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe dag. Het is nu een aantal dagen geleden dat ik mijn gezichtsbehandeling heb gedaan. Ik heb nu geen make-up op. Dus zoals je kan zien, het viel heel erg mee met het schilferen. Het viel echt mee. Mijn huid is al echt mijn puistjes en zo. Alleen hier heb ik nog wat. Maar verder zijn er helemaal geen nieuwe bijgekomen. Ik heb alleen wat plekjes die nog moeten genezen. Maar ik ben ernstig tevreden. En mijn tand komt bijna. Ik ben zo blij als jouw tanden weer normaal zijn. Ja, ik ook. Want dit... Ik mis erg mijn tanden.
Ik hou van jou, mama.